Mijn naam is Jan van Mulligen, ik ben labcoach bij DITLAB. DITLAB is een partnerschap van DUO en op dit moment de DSA. En daar ben ik dagelijks betrokken om zeg maar, een team van DUO-specialisten samen met studenten en ook docenten onderzoek te laten doen naar de vraagstukken die voor ons leven. Het doel van het DITLAB, zoals het nu is kennis opdoen. Wij hebben een concept wat wij Digital Me noemen, waarbij wij onderzoek doen naar hoe de Digital Me, dienstverlening van de toekomst voor DUO bijvoorbeeld, zou kunnen beïnvloeden. Waarbij het uitgangspunt is dat de digitale identiteit centraal staat, dat hij zelf beheer heeft over zijn data en ook zelf inzicht heeft in allen tijden wat er met zijn data gebeurt. Maar het gaat ook over diplomagegevens. DUO heeft een diplomaregister. Daarin staan dingen, nou, dat zou je ook ergens anders kunnen opslaan. En dan zou de rol van de overheid, in dit geval DUO, kunnen veranderen. Nou, het is een concept, het is niet iets wat al echt iets is. Dus we doen echt verkennend onderzoek daarin. Er zijn heel veel vlakken waar het Digital Me concept speelt. En onze aandachtsgebied is burgerschap, citizen, health, dus gezondheidsvraagstukken. Education en work. En als daar mensen zijn die denken van nou, we willen verkennen van misschien om een partnerschap aan te gaan, dan staan wij open om dat gesprek in te gaan. Maar ook als je denkt van ik wil er meer over horen, dan zijn mensen altijd van harte welkom om langs te komen. De samenwerking met Digital Society Hub is eigenlijk ontstaan vanuit een rijksbreed programma waarbij overheden verbinding zoeken met kennisinstellingen, dat heet e-partnerschap. Vanuit daaruit zijn we in contact gekomen met de Digital Society Hub en toen is er uitgekomen dat wij hier een mooie plaats konden vinden waar we in ons werk konden doen. Dus los van het DUO-gebouw, los van de DUO-werkelijkheid, maar in een innovatieomgeving waarin we ons eigen onderzoek kunnen doen en ook die samenwerking met studenten, maar ook docenten en met de Hansen, zeg maar, in dit geval, nou goed kunnen vormgeven. Ja, het bevalt ons erg goed. Het is fijn om hier te zitten. Leuk om ook met andere organisaties in je omgeving om je heen te hebben zitten, waar je soms wat dingen oppikt, zeg maar, hè, wat interessante invalshoeken kan geven. Nou, inmiddels is het al zo dat een aantal collega's eigenlijk niet meer bij DUO in het gebouw komen, maar enkel hier nog werken. Waaronder ik zelf eigenlijk ook. Dus dat, het is gewoon een fijne omgeving.